Lokaal 105, Juf Stretchberry. Ik wil het niet. Want jongens schrijven geen gedichten. Jack heeft echt wel een belangrijk verhaal te vertellen. En stukje bij beetje komen we erachter wat Jack eigenlijk niet wil vertellen. Steeds geeft hij wat meer prijs. En het maakt het eigenlijk heel erg spannend. En de manier waarop de gedichten erin zitten, het is eigenlijk bijna spreektaal. Dus je hebt op een gegeven moment helemaal niet meer door dat je naar gedichten luistert. Auto, auto, blauwe kracht. In het duisteren van de nacht. Wie zag jou gaan in de bocht? Als een speer die een doelwit zocht? Er is niet veel verkeer in onze straat. Niet als in het midden van de stad. We spelen in de tuin. En soms op straat. Maar alleen als er een volwassene of grote kinderen bij zijn die... Auto! Roepen als ze een auto aan zien komen. Aan beide kanten van de straat staan blauwe borden waarop staat... Rij voorzichtig, spelende kinderen. Maar soms letten auto's niet op en scheuren door onze straat. Heel veel, we werken met video op het toneel. En eigenlijk worden er kleine miniatuurtjes. We verbeelden de hele tijd die taal. Dus we zijn de hele tijd aan het zoeken naar... Als je een gedicht leest, dan komen er beelden in je hoofd. En die proberen we eigenlijk, die vertaling proberen we te maken. En er zijn hele poëtische, spannende beelden die op de vloer gemaakt worden. Met kleine huisjes, met heel veel gepriegel. Dus we werken in miniatuur, in het klein en in het groot. En daar ging ik dan. En we reden. En we reden. En we stopten. En we reden. En we reden. Tot we stopten bij een gebouw van rood baksteen. Met een bord waarop stond in blauwe letters: Dierenasiel. Januari. Ja, u mag dat best uittypen wat ik heb geschreven over mijn gele hond. We halen echt alles uit de kast. Er wordt gedanst, er wordt gezongen, er wordt dus met poppenspel zit erin, toneel zit erin. Nou ja, eigenlijk alles wat we wilden gebruiken, veel muziek zit erin. Wat de voorstelling zo bijzonder maakt, is dus al die verschillende ingrediënten. De gedichten, maar ook het persoonlijke verhaal van Jack zelf. En de manier waarop het op de vloer staat. Dat er poppenspel is, er is animatie, er is zang, er is muziek. Al die verschillende elementen. Soms weet je niet of wat je hoort ook is wat je ziet. Of zie je iets anders dan wat je hoort. Het is een hele een samengaan van heel veel verschillende elementen. Hey, sprint! Hey! Hallo! Hey, sprint! Ja, u mag dat gedicht uittypen hoor!